kommt ihr denn her? Deutschland. Ja, Deutschland ist groß. Oh. Köln und Düsseldorf. Die haben sich immer die Haare beim Karneval, ne? Oh, aber schon wieder überflüssig. Ongeveer 100.000 bezoekers uit binnen- en buitenland brachten zaterdag en zondag een bezoek aan de 20e editie van het Dickensfestijn, dat traditiegetrouw in het Bergkwartier werd gehouden. Zo'n 900 acteurs en figuranten namen het publiek mee naar de 19e eeuw, de periode waarin de verhalen van de Engelse schrijver Charles Dickens zich afspelen. Merry Christmas. Kun jij dat wel? Waarom doe je het dan niet? Heb jij wel gebruik gemaakt van die chips aan de zijkant van je hoofd? Wat zijn dat voor dingen? Wil jij die dan wel eens gaan gebruiken? Ja. Ja? Ja, misschien. En harder? Ja, misschien. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in the winter wonderland. Walking in the winter wonderland. Walking in the winter wonderland. Merry Christmas! Merry Christmas! Op eerste kerstdag zendt DRTV een uitgebreide special uit van het Dickensfestijn. De uitzendingen beginnen om 12 uur 's middags. Het Algemeen Deventerbelang heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gladheidsbestrijding in de gemeente Deventer. Dit naar aanleiding van de snel slinkende voorraad zout in de gemeente Deventer. Die voorraad was namelijk 800 ton en is nu zo goed als op. De gemeente heeft vorige week nog 300 ton extra aangeleverd gekregen, waarmee zij verwacht tot de jaarwisseling te kunnen strooien. De kritische vraag is natuurlijk, hoe kan het dat het zout wat wij toch heel veel, waarvan we heel veel in voorraad hebben, al bijna op is na slechts 2 weken sneeuw? En hoe je dan kijkt tegen het strooibeleid. Nou ja, als je de gemeente Deventer naar op dit moment vraagt, dan zal die zeggen dat het heel beroerd is. Dat met name de fietspaden ook heel slecht zijn. Dat de doorgaande wegen nauwelijks schoon zijn. Nou, ik denk dat de gemeente Deventer erg kritisch zal zijn op dit moment. De gemeente heeft een budget van €150.000 voor zout per jaar. De 1100 ton zout die al is aangeleverd heeft al 2/3 van het budget, namelijk €100.000, opgeslokt. De vraag rijst dan of het budget in de toekomst moet worden aangepast. En hoeveel geld mag de gemeente nou naar zout doen als de hele winter slecht blijft? Hoe zuinig moet men strooien of hoe royaal mag men strooien? Nou ja, dat is een hele lastige vraag. Ik denk als je de gemiddelde burger hier zou vragen, dan zeg je ja, het moet gewoon goed begaanbaar zijn en het moet goed zijn. Als er morgen weer een enorme sneeuwbui komt, kunnen wij er ook niets voor zien. En dan even los van de complimenten voor de mensen die er continu mee bezig zijn, hè, want daar ligt het niet aan. Ik denk dat je naar een andere opzet of een bredere opzet moet gaan kijken. En hoeveel het dan mag kosten. Ja, het is te makkelijk om te zeggen zoveel als nodig is. Het ADB is in haar vragen met een idee voor een andere opzet gekomen. Aan het college is voorgesteld om voor de buitengebieden lokale agrariërs in te schakelen. Zij zouden in hun buurtschappen het zout kunnen strooien. Een heel andere vraag is of de gemeente een contract heeft voor gegarandeerde leveringen of afhankelijk is van beschikbaarheid. Ik wil als fractie van Algemeen Deventer Belang willen wij weten of Deventer nu contractueel zijn zoutlevering heeft vastgelegd. Want als het zout nu al op was en we nu net weer een levering hebben gekregen, wie garandeert ons dat wij de komende winter nog vaker zulke leveringen krijgen? En als het college nou zegt van nee, we hebben geen contractuele vastleggingen daarover? Dan denk ik dat wij zullen gaan vragen om dat te wijzigen. En zo snel mogelijk ook? Dat lijkt me met een echte winter weer in vooruitzicht noodzakelijk.
Het college beantwoordt de vragen van het Algemeen Deventer Belang, waarschijnlijk woensdagavond tijdens de raadsvergadering. Afgelopen zondag vonden, naar aanleiding van het Dickensfestijn, in verschillende kerken onder de titel Deventer Kerststad tal van gratis concerten plaats. Concerten van koren en muziekverenigingen uit Deventer en omgeving. Ruim 600 muzikanten en koorleden werkten volop mee aan een doorlopend programma. Kerken die meededen aan dit programma waren de Doopsgezinde Kerk, Penningshuis, de Libwinuskerk en de Broederenkerk. In elke kerk kwamen 3 à 4 koren of verenigingen optreden. In de Broederenkerk waren dit onder meer het Bouwkundekoor, D-koor, het Deventer Symfonieorkest en ook jaarlijks terugkerend het Koor Groot Kolmschaten. Dat doen we ieder jaar, al een jaar of 13, zoals ik het zo uit mijn hoofd zeg. We zijn ooit eens begonnen dat we het met het hele koor deden, kerstoptredens. En dat houdt ontzettend op als je in een repetitiesfeer zit voor je normale repertoire. Moet je 2-3 maanden eruit om kerstmuziek te doen. Toen hebben we gezegd, nou, dat doen we dan met een aparte groep op een aparte avond. En dat is ook een groep die er echt voor gaat. We doen 6, 7, 8, 9 optredens, dit jaar 6, maar het zijn er ook wel eens meer per seizoen. En dan heb je gewoon 1,5 week bij 1 grote familie. Bij alleen gewone kerstnummers bleef het niet. Ook stond er repertoire op het programma wat meer bij deze tijd hoort. We hebben een repertoire dat loopt heel erg uiteen. We hebben traditionele kerstliedjes, die heb ik vandaag niet zo gezongen. We hebben wat Engelse, de carols, maar dan hele mooie zettingen. We hebben gewoon popnummers, wat je op Sky Radio al heel veel tegenkomt. En daar maken we 1 programma van. En ja, het is dus een beetje van sacraal tot wat half wereld. Maar als je dan in zo'n kerk terechtkomt, dan krijgt het echt die bijzondere lading. En dan is de Broederenkerk natuurlijk een hele mooie, ontzettend sfeervolle kerk. Jaarlijks vindt Deventer Kerststad plaats. En ook jaarlijks komen bezoekers weer terug om te genieten van kerstconcerten in 1 of meerdere van de kerken. We hebben mensen die komen ervoor terug. Ik bedoel, die komen ieder jaar hier en vorig jaar waren we er niet, omdat er toen te veel aanmeldingen waren voor deze locatie. En dan hoor je dat ze, oh, we hebben jullie gemist, waar waren jullie? Dus het is, mensen komen ervoor terug. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten via redactie@deventertelevisie.nl.